Nou, in deze video zie je alle functies van de Garmin VivoFit. Ik heb zojuist gesport en je ziet dat mijn hartslag nog best hoog is. 101. En als je eenmaal de VivoFit hebt gekozen met hartslagmeterband, dan is gewoon het laatste icoontje in het rijtje de hartslag. Dus je gaat er gewoon zo doorheen. Stappen, het doel, kilometer, calorieën, tijd, datum en hartslag. Nou ja, de hartslag is aan het zakken. Daarboven zien we een rood balkje, daar kom ik zo op terug. Dus dit zijn de functies als je gewoon op het ene knopje drukt. Er is ook maar één knopje op de VivoFit. En voor de rest is het gewoon een rubberen band. Op zich zit hij heel lekker. Hij gaat ook makkelijk om, maar hij gaat ook nooit af. Bij de Fitbit ging de band nog wel eens los. De VivoFit zit echt gewoon stevig. En op deze manier klik je hem vast. Dus zo. Dus met twee pinnetjes. Het lijkt een beetje slap, maar het zit eigenlijk gewoon heel stevig. Ik vraag me af of dat over 5 uur nog zo is, maar dat is dan de andere vraag. Nou, misschien moet ik hem maar omdraaien. Dus dat zijn de functies als je door de knopjes klikt. Vervolgens zijn er nog een mogelijkheid aan functies. Dus als je knopje ingedrukt houdt, dat doe ik nu. Heart rate off. En als je nog een keer ingedrukt houdt, sync, sleep en pair. En sync is om te connecten met een apparaat, zoals je computer en telefoon. En ik gebruik eigenlijk altijd sync. Het werkt hartstikke makkelijk met de app en de app is hartstikke leuk, want de connect is beter geworden. Ik ben een stuk positiever over Garmin Connect. Goed, laten we maar teruggaan. Het aantal stappen op één dag wat je zou moeten zetten is ongeveer 100. Ik heb er nu veel te weinig gezet, maar ik heb zojuist blijkbaar niet genoeg gedaan. Het doel is nog 2700 stappen te zetten. De afstand is 3,2 kilometer. En dan zie je ook direct dat hij het fietsen niet goed registreert. Dus dat is echt het grootste nadeel, vind ik, van de VivoFit. En ik kan dat later in Connect volgens mij nog aanpassen. Dus ga ik nog proberen. Dus daar zal ik in het bericht erbij zetten. Even kijken of ik goed kan inzoomen voor je. Ja. Nee, toch niet. Ik wil het even goed laten zien. Ja, dus 3,21 kilometer. Ik loop in ieder geval. Dit zijn de calorieën die ik verbrand heb vandaag. En dit gaat op basis van normaal hetgeen wat je verbruikt als je gewoon stil zit. Dus gewoon je basiscalorieverbruik. En ook de bewegingen die je doet. En ook de hartslag wordt erin meegenomen. Nou, de tijd, 4:15, de datum. En de hartslag dus. En nu had ik hem zojuist uitgezet. En ik heb de band nog steeds om. En nu is de hartslag dus 10 slagen inmiddels gezakt. Nou, vervolgens ga ik even terugstellen dat je s'avonds naar bed gaat. Dan houd je dit ingedrukt. En dan ga je naar sleep modus. Zo. En nu ga je slapen. En dan kun je morgenochtend je hele slaappatroon terugkijken. Ik heb dat nog nauwelijks gedaan. Ik zie daar niet echt de meerwaarde van. Want hij maakt je niet wakker, hij heeft ook geen trilsignaal. Sowieso heeft de VivoFit geen trilsignaal. Dus om de accu echt lang mee te laten gaan, want daarmee onderscheidt hij zich echt van de andere activity trackers. Want deze gaat een jaar mee volgens Garmin. Ik heb dat nog niet kunnen testen natuurlijk. Zo lang heb ik hem nog niet. Nou, het knopje als het ingedrukt houdt. Dan ga je dus niet alleen naar sleep, maar dus ook naar sync. En als je dus op sync bent. Dan ga ik één te ver, want ik wil ze allemaal laten zien. Dan stop ik even. Nu, dan zie je het knopje gaan bewegen. En dat betekent dat hij gewoon de telefoon gaat opzoeken. En dan gaat automatisch alles naar de telefoon. En het werkt eigenlijk heel eenvoudig. En daar ben ik al voor. En dat werkt gewoon met Bluetooth. En de borstband die werkt met Ant Plus. Zoals Garmin natuurlijk altijd Ant Plus heeft. Dus dan blijft eigenlijk het balkje nog over. Zojuist zag je dat rode balkje hierboven. En dat is niet een balkje hoe goed je het gedaan hebt. Maar dat is wel een balkje wat je nog moet doen. Dus dat is een beetje een schop onder je achterste. Want hij zegt eigenlijk van je moet nog meer gaan doen vandaag. En die had ik zojuist wel en nu niet meer. Dus nou heb ik het blijkbaar goed gedaan. Nou, ik ben er nog een beetje mee aan het stoeien. In het bericht zal ik daar beter op ingaan wat het balkje allemaal betekent, wat je dan hebt. En wat nog meer mogelijk is met de VivoFit en de
mobiele app. Want die is ook wel erg gaaf om te laten zien op de telefoon. Nou, er is een hoop veranderd in deze video. Ik heb even alles bijgepakt, want waarom zou ik niet allemaal laten zien aan je? Ik ga even op deze telefoon de app installeren. Want op deze telefoon heb ik hem nog niet geïnstalleerd. Kun je meteen zien hoe dat gaat. Ik heb hier ook even de andere activity trackers bijgelegd. Een aantal van de concurrenten. Dus de Polar, Nike Fuel en de Jawbone Up. De band die ik zojuist om had. Dit is niet de band die je krijgt als je kiest voor de hartslag VivoFit. Terwijl ik dit eventjes opnieuw doe. Maar deze hartslagmeterband is van mijn Fenix 2. Het is een veel luxere band. Dus als je deze koopt met hartslagband, vergis je niet, je krijgt er een hele simpele hartslagmeterband bij van Garmin. Maar die werkt overigens ook prima. Maar het voordeel is, ik heb dus gewoon deze gekocht zonder hartslagmeterband. Ik heb in de Connect app gezegd van ik heb toch een hartslagmeterband. En dan kun je die dus gewoon op iedere VivoFit gebruiken. Nou, ik klik even op de app installeren. Het waait hier behoorlijk zoals je ziet. Dus ik hoop dat je dit een beetje kunt verstaan. Hij is hem nu aan het installeren. Ik ben zo terug als hij is geïnstalleerd. En het is dus overigens wel een gratis app. Nou, hij is geïnstalleerd. En dan kan ik hier inloggen. Dus ik zeg aan de slag. Accepteer de voorwaarden. Ik log hier eventjes in met mijn account. Moment. Nou, dat is nu gedaan. Heeft u een fitnesstoestel? Ja. Welke heb je? Even kijken. Boeiend. Even kijken naar mijn toestellen.